We hebben eerst die twee stenen nodig. Pas daarna kunnen we Dante en jouw mama redden. Vraag je wel, waar is die wedstrijd eigenlijk? Jamie zou dat doen voor ons koor, maar nu... Nu is Emily hier en dit gaat het eventjes fixen. Oh nee. Moet die steen niet tevoorschijn komen. If you're swallowed by the clown and you feel you wanna shout, call my name. We can make it. If you wanna figure out what the world is all about, call my name. We can make it. We can make it. We can set the world on fire. Whoa. We can make it. We can make it. Run it up and take it higher. Whoa. We can make it. Hear the angels, hear the choir, filled with love and with desire. We can make it. We can set the world on fire. Okay. Mag ik rustig nadenken? Ja. Misschien moeten we nog iets anders doen met die bollen. Ja. En dat hier. 12 armen. 12 bollen? Planeten. Die alchemisten van vroeger. Die dachten toch dat er 12 planeten waren? Misschien is dit dan een soort zonnestelselmobiel. En welke planeet hoort dan bij welke arm? Die emblemen. Bo heeft gezegd dat we die emblemen moeten onderzoeken, dat daar misschien een hint op zou kunnen staan. Misschien beelden die een planeet uit. En komt embleem 1 overeen met bol 1. Als we weten welke planeet die voorstelt, weten we waar in het zonnestelsel we die moeten klikken. En hoe weten we dan welke planeet bij welk embleem hoort? Ja, geen idee. De kamer waar Louise vast zat. Die deur is opengegaan toen wij vrijkwamen. Misschien moeten we daar in een van die boeken eens kijken om iets te vinden? Ja. Goed. Ik blijf bij Dante. Oké, kom. Ja. En bleef met 4 bollen. Ja, Jupiter heeft 4 grote manen. De eerste bol is Jupiter. Jupiter, dat is de 8e planeet in het zonnestelsel. Hier. Oh. Kappus 2. Ja. Embleem met een leeuw. Het passer en 2 omgekeerde driehoeken. Een koning die zwemt in de zee. Oké, laatste bal. Wat gebeurt er? Noah? Noah, pas op. Het is ons gelukt! Oh my god! Wow! Ze hebben een steen. Oh, wat is die versterking als je ze nodig hebt? Geen bereik. Hebben jullie dat ook gehoord? Kom, Dante. Oké. Okay. Edith, denk. En alleen confronteren is niet slim. Ze zijn met te veel en ze hebben de steen. Maar ik heb Celeste. Dus. Goed concentreren en hopen dat het werkt. Kom maar, broerke.
maan laat mij slapen, jongen. Tante is weg. Tante is weg! Dus hij mag naar huis? Ja, hij is helemaal genezen. Ik zie geen enkele reden om hem hier te houden. Dat is fantastisch. Juist mogen vragen om even mee te komen om papieren te tekenen dan? Zeker. Alright. Ik heb echt raar gedroomd. Over een of andere kelder. Jij waart daar. Louise was daar. Amai, het moest echt een serieuze klap zijn geweest. Kom aan, dat is toch gek? Ja. Pa is zo blij dat je terug oké bent. Ha, trouwens ook. Zeg, die finale. Die gaat jij toch winnen, hè? Ja hoor. Alleen al voor u. Laat het dus maken. Ja, merci, Mekke. Dus jij hebt die kerels van de Nightingale Competition voorgesteld om die wedstrijd hier te laten doorgaan. Ja, maar waar vinden we anders zo'n zaal die zo goed bij onze stijl past? Ja. Wel, dat is waar. Ja, en eigenlijk moeten wij morgen toch naar de arena voor de finale. Noah zal toch op tijd zijn, want hij moet boksen. Ja, de boksfinale is voor de Nightingale Competition, dus geen probleem. Maar hey, die arena, dat is echt een goed idee. Nee, je gaat nu toch niet mee, hoor. Waarom niet? Twee wedstrijden, dat is dus twee keer zoveel publiek. Plus, Noah hoeft zich niet eens te verplaatsen. Bart, dit is echt een win-win. Please, 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 please. Kan je niet alsjeblieft eventjes een soort van goed woordje voor ons doen? Want die arena, dat is echt het einde. Olivier? Wat? Dit wil je zien. Wacht. Hanna had gelijk. Hanna ziet jou graag. Sorry. Echt, sorry voor alles. Ik dacht dat je verliefd was op Olivier. En met heel die kus en zo. Als je hem niet meer wilt zien of zo, ik snap dat, echt. Maar dan denk ik echt dat je de grootste fout van leven zou begaan, want ik zie je echt super graag. Oh, waar blijft Sam toch? Ik snap echt niet waarom wij die tweede steen nodig hebben. Als we twee stenen hebben, dan kan die valse Celeste niets doen. Ja. Hey. En het is veiliger voor je mama. Ja. Yo. Ah, eindelijk. Oké. Ik heb de steen der zielen en de steen der schepping. Welk één? Check. Let's do this. Oké, jongens en meisjes, morgen is het zover. De jury heeft beslist. En ze hebben mijn voorstel aangenomen. En Bart heeft toestemming gekregen. De Nightingale Competition vindt plaats in de arena. Oh, my God. Oh echt? Ja. Dus hup, 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 hup. Aan de slag. En Noah en Sam? Zonder hem? Als we daarop moeten wachten, zijn we morgen nog steeds bezig. Dat is waar. We beginnen vast. We taken a great big bite.
Sorry, ik wou niet storen, maar... wij wouden jullie gewoon nog even succes wensen voor morgen. Als jullie zin hebben. Zeker. Ik denk niet dat het slechter gaat klinken met jullie. Integendeel. Kom aan. Dit gaat vlot. Te vlot. Sst, we moeten doordoen. Hierachter lag mama. Mama? Mama. Waar ben ik? Kom, voorzichtig. We moeten hier zo snel mogelijk weg. Ik weet zeker dat zij het was. Het droeg trouwens de ring die ik haar cadeau heb gedaan. Dit is mama niet. Auw, laat me los! Game over.